Als de wetenschap niet de waarheid in pacht heeft, wat is het dan nog waard? Nou, heel veel, zou Bruno Latour zeggen. Hoi, welkom bij de Q-High School, welkom bij filosofie en welkom bij les 8 binnen de lessenserie over wetenschapsfilosofie. De wetenschap heeft in de afgelopen lessen een flinke knauw gekregen. Van het blinde vertrouwen dat we zagen bij Bacon en het logisch positivisme, daar is in de wetenschap niet veel meer over. Tenminste, mensen hebben een heel stuk minder vertrouwen in de wetenschap. En dat zien we ook terug in onze samenleving. Er zijn genoeg mensen die openlijk twijfelen aan de waarde van de wetenschap. Kijk maar naar al die mensen die niet geloven in de opwarming van de aarde bijvoorbeeld. Of die denken dat de aarde plat is. Of die denken dat het coronavirus een complot is ofzo. Wetenschap heeft heel veel van haar status verloren en wordt door veel mensen ook wel gezien als ook maar een mening. En dat is schadelijk. Nou, de filosoof die we vandaag gaan behandelen, Bruno Latour, die wordt wel eens verantwoordelijk gehouden voor dit verminderde vertrouwen in de wetenschap. En in deze les bekijken we of dat terecht is. Aan het einde van deze les zul je kunnen uitleggen wat we verstaan onder wetenschapsantropologie, dat is de soort filosofie die hij beoefent. Wat de actor-netwerktheorie inhoudt, zijn grote theorie. En je zult kunnen uitleggen hoe het pluralisme van Latour verschilt van een relativistische houding. Interessante dingen. Nou, we gaan ook kijken of je nog een antwoord kunt geven op de vraag: is de wetenschap nog wel te redden? Goed, als je kijkt naar ons rijtje filosofen, die we dus eigenlijk in de afgelopen lessen hebben behandeld. Dan valt je ongetwijfeld op dat het geen hele diverse lijst is. Het zijn eigenlijk allemaal oude witte mannen die al dood zijn. Dat wil niet zeggen dat alleen deze mensen een bijdrage hebben geleverd aan de wetenschapsfilosofie. De Nederlandse kanon van de filosofie, het lijstje dat jij moet kennen voor het eindexamen filosofie, is helaas niet zo divers. En ja, dat moet de regering te doen, zeg maar, of de overheid, of de commissies die erover gaan. Hoe dan ook, meestal grap ik dat Latour een uitzondering is op dit lijstje. Hij is geen oude witte dode man. Ja, hij is oud, ja, hij is wit en hij is een man, maar hij is niet dood, want hij leeft nog. Maar helaas, die grap werkt niet meer, want 2 maanden geleden, voor het opnemen van deze videoles, op 9 oktober 2022, is Latour overleden. Goed, Bruno Latour werd geboren in 1947 op het Franse platteland als jongste van 8 kinderen. 8 kinderen, wauw. Hij was zo Frans als maar zijn kon. Hij groeide op de wijngaard van zijn familie. Maison Louis Latour in het Frans. Hij groeide dan ook op rondom de druiven, rondom de wijn. En omdat hij de jongste was, hoefde hij niet per se het familiebedrijf over te nemen. Dus hij was vrij om te studeren. En hij ging eerst naar Parijs om te studeren, dan naar Dijon om te studeren. Hij studeerde filosofie, literatuur en antropologie. Antropologie is dan de studie van naar de mensen, naar het menselijk gedrag. Zoals veel antropologen werd ook van Latour verwacht dat hij vreemde culturen ging bestuderen. Maar Latour dacht er anders over. Kijk, er gaat een zekere schijnheiligheid van uit om de inboorlingen te bestuderen met een notitieblokje en een pen. Alsof je chimpansees aan het bestuderen bent. Alsof je beter bent dan je onderzoeksobject. Latour wilde dat niet. In plaats daarvan richtte hij zijn getrainde antropologische blik op westerse wetenschappers. 2 jaar lang zat hij in een laboratorium en observeerde hij de medewerkers van het laboratorium door de bril van de antropoloog. We noemen deze vorm van antropologie wetenschapsantropologie. We bestuderen de wetenschappers, de mensen achter de grote wetenschappelijke ontdekkingen. Latour maakte daarbij gebruik van een methode die hij het radicaal empirisme noemde. Het radicaal empirisme, goed opletten, goed beschrijven wat je ziet. Hij beschreef elk detail van wat hij om zich heen zag gebeuren. En wat hij zag gebeuren was dat de praktijk van de wetenschap afhankelijk is van een heleboel niet-wetenschappelijke factoren. Kijk, een laboratorium is als het ware een mini-samenleving. Er is sprake van machtsrelaties, van belangen, van geldzorgen. Wetenschappers moeten samenwerken en die samenwerking kan misgaan. Ego's, egotripperij, alfamannetjes, die kunnen het proces allemaal verzieken.
Een labassistent kan een slechte dag hebben en die kan dan de cijfers van de computer verkeerd aflezen. Stress en de druk om resultaten te produceren kunnen leiden tot onnauwkeurigheden. Maar ook als alles goed gaat, moeten de data van de apparaten alsnog worden geïnterpreteerd. En dat is mensenwerk. Er vindt een hoop overleg plaats. Hoe vatten we dit cijfertje nou op? Komma fout of komma niet? Nou, al dat overleg dat vindt er plaats en dat kan dan leiden tot, ja, de uitkomst daarvan is een sociaal ding, zeg maar, zegt Latour. Dus resultaten die dan niet overeenkomen met een geaccepteerde theorie die geldt binnen het lab, ja, die resultaten worden dan aan de kant geschoven. Dus wetenschap is mensenwerk. Maar niet alleen mensenwerk. Wetenschap, zo zegt Latour, is een complexe samenwerking tussen mensen, maar ook tussen mensen en niet-mensen. Wetenschappers zijn afhankelijk van nauwkeurige apparaten. Ze zijn afhankelijk van instituties en bedrijven die de apparaten leveren. Ze zijn ook afhankelijk van geldstromen en politieke belangen. Ja, de politiek moet er ook achter staan. Een laboratorium met maar weinig geld kan niet investeren in de nieuwste superdeluxe digitale thermometers. Dus ze moeten dan gebruik maken van oude tweedehands analoge thermometers die een stuk minder nauwkeurig zijn. En dus de resultaten die ze krijgen van hun metingen, die zijn dan ook minder nauwkeurig. Een bedrijf als SpaceX van Elon Musk weet zoveel goede resultaten te behalen, omdat Musk er gewoon heel veel geld tegenaan gooit. Dat is een sociale factor, iets dat buiten de wetenschap zelf ligt. Nou, wetenschap staat dus niet op zichzelf, zegt Latour. Wetenschap is ingebed in een groter netwerk. Het is afhankelijk van de rest van de samenleving. Meestal zien we dat niet, of we kiezen ervoor om dat niet te zien, omdat we alleen de resultaten van de wetenschap zien. De nieuwe ontdekkingen, de Nobelprijzen. Zodra de resultaten van wetenschap zijn gepubliceerd en door andere wetenschappers dan gecheckt zijn, peer review, zegt Latour, dan kijken we niet naar hoe de wetenschappelijke praktijk er eigenlijk uitziet, hoe die feiten tot stand zijn gekomen. Het is alsof de wetenschappelijke praktijk in een zwarte doos zit, een black box. En daar plakken we dan het label wetenschappelijke methode op en we nemen aan dat deze methode de wetenschap objectief en waar maakt. Maar, zo laat Latour zien, niets menselijks is de wetenschap vreemd. Feiten, zo zegt hij, worden niet gevonden. Het is niet alsof men de feiten uit de natuur haalt. Feiten worden gemaakt, ze worden geconstrueerd. En welke feiten gemaakt worden, is afhankelijk van de mensen die in de wetenschap werken, van de instituties en de bedrijven die de wetenschappers in dienst nemen en van de politieke en maatschappelijke belangen waar onderzoek aan onderhevig is. Latour ziet wetenschap als een sociaal systeem, een eigen sociale wereld met eigen sociale regels. Het is alsof we een andere cultuur bestuderen als we de wetenschap bestuderen. Wat als een feit geldt binnen deze cultuur van de wetenschap, hoeft niet per se te gelden als een feit binnen andere culturen. Of, in de woorden van Latour, wat als feit geldt binnen de wereld van de wetenschap, hoeft niet als feit te gelden in andere werelden. Latour hangt daarmee een vorm van pluralisme aan. Daarover later meer. Goed, wetenschappers houden zich bezig met de beschrijving van de wereld, van onze aarde, van ons universum. En daar is de wetenschap heel goed in. Maar we moeten wetenschappers niet verantwoordelijk maken voor al onze kennis, zo zegt Latour. Wetenschappers moeten geen morele uitspraken doen. De wereld van de ethiek is niet de wereld van de wetenschap. Wetenschappers zijn ook geen expert op het gebied van religie of politiek. Dat zijn aparte werelden met hun eigen waarheden waar wetenschappers zich niet aan moeten branden. Het probleem is dat we net doen alsof wetenschappers wel degelijk de waarheid kunnen vinden in al deze werelden. Alsof wetenschappers de objectieve universele waarheid in pacht hebben. Dan zadelen we de wetenschappers op met een te grote taak, want dat is niet hoe de wetenschap werkt. Uiteraard faalt de wetenschap dan in die onmenselijke taak. Het lukt ze niet. En geen wonder dat er dan mensen opstaan die zeggen, ja, ho eens, zie je wel, je kunt de wetenschap niet vertrouwen. En dan wordt de wetenschap ook maar een mening. Dus als je denkt, de wetenschap moet objectief zijn, en de wetenschap heeft het dan een keertje mis, wat uiteraard gebeurt, ja, dan gaan al die mensen zeggen, ja, zie je wel, je kunt de wetenschap niet vertrouwen. Dan moeten we dus van af.
Het is dus juist omdat we de wetenschap op zijn hoog voetstuk hebben geplaatst, dat mensen het vertrouwen in de wetenschap zijn kwijtgeraakt, zegt Latour. In plaats daarvan moeten we een realistisch beeld scheppen van hoe de wetenschap echt werkt. Het is afhankelijk van politieke beslissingen, van geld en van individuele wetenschappers, van instrumenten en van instituties. En pas als we al deze connecties goed kunnen inzien, kunnen we de wetenschap serieus nemen. En dat is precies de taak van een wetenschapsantropoloog. Rob, wat ben je toch aandachtig aan het schrijven, joh? Wat is er? Is er iets aan de hand? Subject maakt een observatie en stelt een vraag. Sorry? Subject verontschuldigt zich, maar dit lijkt niet gemeend. Ho, ben je nu daadwerkelijk mijn gedrag aan het beschrijven? Nou ja. Ja, ik ben geïnspireerd door Latour met zijn wetenschapsantropologie. De wetenschap is net als een vreemde cultuur, met eigen regels en tradities en gewoontes. Mm-hmm. Latour weet het allemaal goed te beschrijven en dat is super interessant. Dat wil ik ook kunnen, dus ik begin met jou. Maar wat als ik helemaal niet wil dat je mij gaat beschrijven? Subject uit weerstand tegen observatie. Ja, hou eens, nu is het genoeg, kappen nu. Subject verliest zijn geduld. Hypothese, confrontatie escaleert door emotionele onvolwassenheid van subject. Ja, hoor eens, nou is genoeg. Hypothese bevestigd. Super interessant dit. Laten we een voorbeeld nemen van hoe de dagelijkse praktijk van de wetenschap eruit zou kunnen zien. Stel, Mark is een scheikundige met een goede opleiding die is komen te werken in een laboratorium van een computerchipbedrijf. Mark wil onderzoeken hoe een bepaald mineraal in de chips reageert met een bepaalde chemische stof. Maar die stof die krijgt hij niet zomaar. Daar moet hij goedkeuring van krijgen van zijn baas of zelfs van de overheid, zeker als het een erg gevaarlijke stof is. Maar vandaag is de grote dag, de goedkeuring is binnen en de chemische stof zal worden bezorgd. Dus Mark is al vroeg op het laboratorium en zegt op de schoonmakers gedag. Hij loopt langs de technici die bezig zijn om de lopende experimenten te controleren, zodat hij die zelf niet hoeft te doen. En hij kijkt op zijn horloge die hij van de kerstbonus heeft kunnen kopen, zijn baas betaalt hem een goed salaris, en wacht gespannen af op de levering van de chemische stof. Speciaal opgeleide vrachtwagenchauffeurs en technici vervoeren de stof met een speciaal uitgeruste vrachtwagen. Die stof die moet eerst gedolven worden in een ver land door mijnwerkers, misschien kinderarbeid, maar daar denkt Mark liever niet aan. Hij neemt een slok van zijn koffie, en dat heeft hij nodig om wakker te worden, zeker zo vroeg in de ochtend, en hij denkt aan de druk op zijn schouders die het computerbedrijf op zijn schouders heeft gelegd. Zijn baas heeft hem duidelijk gemaakt dat het productieproces van de chips sneller en efficiënter moet en Mark's onderzoek zou daaraan bij kunnen dragen. Tegelijkertijd komt de deadline dichterbij voor de 3 wetenschappelijke papers die hij moet schrijven en hij moet zich nog voorbereiden op het congres waar hij volgende week heen gaat. Oh, het leven van een wetenschapper gaat niet over rozen, bedenkt hij terwijl hij zijn apparatuur aanzet. Nou, stel nu, het onderzoek van Mark gaat goed en hij wint een Nobelprijs voor zijn onderzoek. Nou, we doen in het toekennen van zo'n prijs meestal alsof Mark daar alleen verantwoordelijk voor is. Goed gedaan, Mark. Maar Latour ziet dat anders. Mark is volgens hem een schakel in een complex netwerk. Want Mark kon alleen zijn werk doen omdat hij wordt betaald door een bedrijf met hele bepaalde speciale economische belangen. Hij wordt scherp gehouden door zijn collega's en door een netwerk van publicaties en congressen waar hij aan mee moet doen. Hij kan werken aan zijn werkbank omdat de schoonmakers het schoonhouden. Technici en labassistenten zorgen ervoor dat cruciale experimenten door blijven gaan. Mijnwerkers in verre landen delven de stoffen die hij nodig heeft voor zijn experimenten. De politiek heeft handelsafspraken met die verre landen om het vervoer van die stof mogelijk te maken. Speciale apparatuur is aangekocht om met die stof te werken. En de verse koffie die Mark nodig heeft om elke ochtend wakker te worden, is alleen maar mogelijk dankzij een heel netwerk van productie en handel. Al deze dingen zijn radertjes in een complex systeem, in een complex geheel van keuzes en belangen. Zonder zo'n complex netwerk is wetenschap niet mogelijk.
Wetenschappelijke resultaten zijn dus onderhevig aan een heel netwerk van connecties. Al deze radertjes in dit systeem kunnen de uitkomst van een onderzoek veranderen. Latour noemt al deze radertjes dan ook actoren. Een actor, actoren. Actoren zijn mensen en ook dingen die een actieve rol kunnen spelen in het wetenschappelijke proces. Latour gaat best ver in het toeschrijven van een actieve rol aan dingen. En als een computer niet doet wat ik wil, dan zeggen we bijvoorbeeld dat de computer niet wil meewerken. Hij heeft er geen zin in. De spectrograaf heeft kuren. De vrachtwagen wil niet starten. De koffie wil niet. Het bedrijf wil geen geld uitgeven aan nieuwe labassistenten. En al deze zaken, al deze actoren beïnvloeden de wetenschappelijke praktijk. En al deze actoren werken samen, zegt Latour, om wetenschap te bedrijven. Maar dat betekent ook dat al deze actoren serieus genomen moeten worden in de praktijk van de wetenschap. Zeker in zijn latere werk zegt Latour ook dat ook niet-menselijke actoren een stem moeten krijgen. Niet-menselijke actoren. Actoren, dingen die dus niet mensen zijn, die moeten ook een stem krijgen. De belangen van het milieu bijvoorbeeld moeten ook worden meegewogen in beslissingen over wetenschappelijk onderzoek. Dus als feiten worden gemaakt en niet worden gevonden, dan worden ze dus gemaakt in zo'n netwerk van actoren. En dit noemen we de actor-netwerktheorie, ANT, de actor-netwerktheorie. Nu, dit heeft best wat weg van de coherentietheorie die we bij Quine zagen. Een theorie heeft alleen maar betekenis vanuit een geheel. Maar bij Quine zijn het voornamelijk theorieën die met elkaar een geheel vormen. Maar bij Latour is een theorie ingebed in een geheel, een netwerk van mensen, apparaten, dieren, instituties en bedrijven enzovoort. En hoe beter een wetenschappelijk feit is ingebed in zo'n netwerk, dus hoe meer connecties het heeft, hoe beter en hoe waarschijnlijker het feit is. Goedemorgen, collega's. Goedemorgen. 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 Altijd fijn om een dag weer vrolijk te beginnen. Vinden jullie ook niet? Hebben jullie weer zin in een dagje wetenschap? Nou, dat weet ik niet hoor. Ach, wat is er dan? Ik heb gisteren te diep in het glaasje gekeken. Ja, je moet ook niet te veel op de details letten. Makkelijker gezegd dan gedaan. En jij, Maatbeke, hoe is dat met jou vandaag? Ik weet het niet. Ik voel me een beetje onnauwkeurig vandaag. Onnauwkeurig? Oh, dat is niet zo mooi. Ik heb wel nauwkeurige maten nodig vandaag. Ik zal mijn best doen. En laptop, hoe is het met jou? Tja, ik zit een beetje in een dip. Hoe komt dat zo? Weet ik niet. Ik heb gewoon weinig energie. Daar kan ik je bij helpen. Beter zo? Ah, veel beter. Dank je wel. Ja, sinds ik weet dat volgens Bruno Latour ook objecten een deel uitmaken van de wetenschap, ben ik een stuk socialer tegen ze. En dat helpt, toch jongens? Ja, zeker wel. Absoluut. Zie je wel? Dan is het nu tijd voor echte wetenschap. Ik ben benieuwd naar hoe de hersenen van een filosoof werken. Bah, wat een saai onderwerp. Vind ik ook. Dan heb ik niets te doen. Weet je wat? We gaan. Nou ja zeg! Van je collega's moet je het maar hebben. Met zijn antropologische bril op laat Latour dus zien dat wetenschap onderhevig is aan persoonlijke, politieke en economische belangen. Geen wonder dus dat veel mensen denken dat hij, Latour, het vertrouwen in de wetenschap ondermijnt. Want plotseling is het geen objectief geheel meer. Het is onderhevig aan belangen. Klimaatskeptici kunnen bijvoorbeeld met Latours werk in de hand aantonen dat klimaatwetenschappers worden gesteund door de politiek en dus niet onbevooroordeeld hun werk kunnen doen. Boe! Nou, dat betekent volgens Latour niet dat we de wetenschap niet kunnen vertrouwen. Latour laat zien dat ook klimaatskeptici, dat zij eveneens in een netwerk van actoren en belangen zitten en dat zij dus ook geen aanspraak kunnen maken op de objectieve universele waarheid. Zijn actor-netwerktheorie verklaart waarom bijvoorbeeld president Trump ooit kon beweren dat je bleek moest drinken tegen het coronavirus.
niet doen. Maar de president van de Verenigde Staten heeft een zodanig hoge status, ja, dat een grote groep mensen automatisch zijn aanspraak als waar zullen aannemen. En alleen door duidelijk te maken in welk netwerk een uitspraak is ingebed, kunnen we volgens Latour inzien waar de feiten vandaan komen en hoe betrouwbaar ze dus zijn. We moeten dus niet doen alsof de wetenschap de enige weg naar de waarheid is, volgens Latour. Aan die verwachting kan de wetenschap nooit voldoen. Hij is tegen het reductionisme, de stelling dat de waarheid kan worden gereduceerd of teruggebracht tot alleen de wetenschap. Latour hangt een pluralisme aan. Er zijn meerdere werelden, meerdere contexten waarin meerdere soorten kennis kunnen gelden. Klinkt een beetje vaag, maar ik ga het uitleggen. De wetenschap moet zich bezighouden met de waarneembare natuur. Dat is de taak van de wetenschap. Maar de wetenschap moet dus niet doen alsof ze ook religieuze of morele uitspraken kan maken. Wat waar is in de wereld van de religie, hoeft niet waar te zijn in de wereld van de wetenschap. En zo ook, wat waar is in de wereld van de fictie, hoeft niet waar te zijn in de wereld van de wetenschap. Stel dat je een groot fan bent van Harry Potter. Je weet allemaal feiten over hem. Je weet dat Harry de zoeker is in zijn zwerkbalteam. Nou, hij moet de gouden snaai vangen. Dat is zo'n klein balletje met van die snel bewegende vleugeltjes, waardoor hij in de lucht aan het vliegen is. Nou, stel nou dat een wetenschapper langskomt en zegt, ja, allemaal leuk en aardig, die gouden snaai, dat zwerkbal, maar dat kan helemaal niet. Hè? De natuurwetten staan niet toe dat een balletje zich in de lucht kan houden met vleugeltjes. Dat is een fysieke onmogelijkheid. Ja, om van die vliegende bezems stelen maar niet te spreken. Nou, heeft de wetenschap je nu overtuigd dat Harry Potter onzin is en dat je het niet serieus moet nemen? Nee, natuurlijk niet. Wetenschap en fictie zijn verschillende werelden die niet tot elkaar gereduceerd mogen worden. En dat is ook het punt van Latour. Wetenschapper, blijf bij je leest. Maar aan de andere kant laat de actornetwerktheorie van Latour ook zien dat al deze werelden wel met elkaar zijn verbonden op de een of andere manier. Kijk, de wetenschap is afhankelijk van de politiek en van de wet en ook wel van wat moreel toelaatbaar is in onze samenleving. In Latours pluralisme bestaan al deze verschillende werelden, waarheden, naast elkaar. En ze hebben invloed op elkaar. Ze zijn alleen niet tot elkaar te reduceren. Je moet niet doen alsof de een gelijk is aan de ander en alsof ze iets over elkaar kunnen zeggen. Wetenschappelijke waarheid is niet politieke waarheid, is niet fictieve waarheid, is niet morele waarheid. Latour stelt dus juist dat we af moeten van het idee dat wetenschap objectief kan zijn. Dat het iets kan zeggen over alle andere werkelijkheden. Tegelijkertijd is de wetenschap natuurlijk ook altijd politiek. Er zijn altijd politieke belangen in de wetenschap. Wetenschap werkt alleen maar in een netwerk waarin de politiek de wetenschap ondersteunt. En juist door dit netwerk te laten zien, kunnen we inzien dat sommige feiten beter ondersteund worden dan andere feiten. Beter ondersteund door verschillende connecties in het netwerk. Een klimaatwetenschapper die inzichtelijk maakt hoe data wordt vergaard en door welke stappen data moet gaan voordat het kan worden geaccepteerd als een feit, ja, die heeft een stapje voor op de klimaatskepticus die dat niet kan. De black box moet dus zichtbaar gemaakt worden, aldus Latour. En dat is de beste manier om de klimaatskeptici te ondermijnen. Latour ontkent dus niet dat het klimaat opwarmt. En hij zegt ook, degenen die denken dat het klimaat niet opwarmt, ja, die moeten hun theorie maar even herzien, want dat is wel het geval. Dus de theorie van de klimaatverandering is beter dan die van de klimaatskeptici, omdat klimaatverandering wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk aan actoren. Ook al worden feiten gemaakt en niet gevonden, sommige feiten zijn, dankzij hun vele connecties, sterker dan andere. Latour's pluralisme is dan ook geen relativisme. Althans, niet het relativisme dat stelt dat waarheid subjectief is en alleen waar is voor jou. Hij is wel een relativist in die zin dat hij inziet dat waarheid afhankelijk is van de context, van de wereld waarin je je bevindt. Een wetenschapper kan niks zeggen over Harry Potter. Dat zijn twee verschillende werelden. En toch zijn er sommige waarheden die werelden overstijgen.
De waarheid van de klimaatverandering is zo'n waarheid. Latour heeft dan ook zijn latere leven gewijd aan het laten zien hoe de klimaatverandering invloed heeft op alle werelden. En hoe wij het klimaat, de aarde, de dieren en alle andere actoren serieus moeten nemen. Anders zijn er straks geen werelden meer over. Goed, we hebben in deze les laten zien hoe de wetenschapsantropologie van Latour de netwerken tussen de actoren blootlegt, waardoor feiten en theorieën in de wetenschap hun betekenis krijgen. Je weet dus nu wat de actornetwerktheorie inhoudt en in welke zin Latours pluralisme de wetenschap juist ondersteunt in plaats van afbreekt. We moeten volgens Latour wetenschappers niet opzadelen met te veel verwachtingen. De wetenschap geeft ons geen inkijk in dé objectieve universele waarheid, want er zijn meerdere werelden, meerdere contexten waar de wetenschap niks over kan zeggen. Denk aan Harry Potter. Maar als we de wetenschap in haar waarde laten en rekening houden met de netwerken waaruit wetenschappelijke feiten zijn opgebouwd, ja, dan kunnen we dus meer effectief weerstand bieden tegen bijvoorbeeld de klimaatskeptici. In die zin is Latour eerder een medestander dan een vijand van de wetenschap. In de volgende les gaan we dieper in op wat de wetenschap wel, maar ook vooral niet kan. We gaan in die les terug naar een vraag die we al aan het begin van deze lessenserie hebben gesteld. Welke soorten wetenschap zijn er? Wat is het verschil ertussen? Is antropologie een wetenschap? Is economie een wetenschap? En wat is het precies het verschil tussen natuurwetenschappen en menswetenschappen? We bespreken dan in die les de filosoof Deeltij en zijn onderscheid tussen erklären en verstehen, twee Duitse termen. Maar daarover natuurlijk meer in de volgende les. Tot dan!